Royans, 1980 was de laatste keer dat PEC Zwolle wist te winnen in Den Haag. Vandaag schrijven jullie geschiedenis. Nou, dat... ik hoorde het gisteren dat het zo was. En volgens mij in die wedstrijd heb ik ook nog één of misschien wel meer doelpunten gemaakt. Maar als je niet altijd bij elkaar in de competitie zit, dan kun je er ook niet winnen natuurlijk. En een uitwedstrijd uit bij ADO vind ik toch wat anders dan geschiedenis dan andere dingen die we hebben neergezet. Maar het is wel leuk meegenomen en het werd wel weer een keer tijd. Ja, je zei, je kaart het net al even over die eerste helft. Het spel was niet goed, zoals je zelf al zegt. Weinig kansen. Hoe erg helpt die goal van Rick Dekker dan op zo'n moment? Ja, ik denk heel erg. Maar ik denk dat het ook, ook de veerkracht en iets zegt over ons team. Weet je? We zijn vorige week hebben we laten zien dat we heel goed kunnen voetballen. Heel veel gecreëerd, dat misschien wel eerst wel 4-5-0 kunnen zijn tegen Feyenoord. Ik zie dat het nu niet gaat eigenlijk. Maar toch scoren we en toch blijven erin geloven. Dat is een kwaliteit van het team, denk ik. Nou, ik was gewoon hartstikke ontevreden in de eerste helft. Want we hielden wel tegen, want ADO speelde ook heel voorzichtig eigenlijk. Wist niet goed wat ze met de bal moesten. Maar wij hebben misschien anderhalve goede aanval neergelegd in 45 minuten. Dat is veel te weinig. En de aanval die dan heel goed is, die wordt neergelegd door Veldwijk en Rick Dekker. Ja, Rick, er wordt altijd met hem gedold van, jij scoort nooit. En dan maakt hij hem. Dat was het enige goede voetbalmoment van ons in de eerste helft. In rust heb ik ook gezegd van, als Rick scoort, dan moet men winnen ook. En dat is gelukt. Even naar jouw goal. Wat dacht je, als ik het doe, dan doe ik het gewoon ook maar gelijk helemaal goed? Goed. Die bal komt van mijn voeten. Volgens mij krijg ik hem van Lars. Ik schiet alles of niets. En volgens mij raak ik hem nog niet eens top. Maar ja, volgens mij valt hij valt mooi binnen. En dan is de ontlading groot. Het is ook wel de zoveelste doelpuntenmaker die je in je team hebt. Ja, dat vind ik wel mooi. Want kijk, heel veel mensen roepen dat. Maar wij hebben echt een team wat met elkaar wil werken. Wat voor elkaar opkomt. Wat gezellig heeft met elkaar. Het is gewoon heel prettig werken. Dan is het ook heel mooi dat je dat terugziet. Ik geloof dat dit de 14e of 15e verschillende speler is die heeft gescoord. Nou, veel meer mogelijkheden hebben we niet, denk ik. Dan worden het al de keepers. Maar dat vind ik wel heel mooi. Want dat zegt ook wel iets dat wij een team zijn. Want achter Lars Veldwijk is er niemand die meer doelpunt heeft gemaakt dan 3. En ja, dat betekent ook dat wij zijn meer een eenheid dan dat je zegt van het gaat om 1 of 2 individuen. In de winterstop hebben jullie aangegeven, of heeft de groep aangegeven, dat een punt van kritiek is het uit de rust komen. Hoe vond je dat vandaag ging? Ja, dat is zo moeilijk. Uit de kleedkamer komen is bijvoorbeeld heel moeilijk te trainen. En dan gaat het weer over één moment eigenlijk. Dat volgens mij veroveren we bij de bal, al voorin, bij Kingsley. En dan komt er een lange bal, want wij verliezen hem. En dan gaat Wassim... Boeien, die gaat veel te makkelijk een duel in. En daardoor wordt het gevaarlijk. Dat betekent misschien, is het dan dat Wassim misschien niet scherp uit de kleedkamer komt? Of gaat hij het moment verkeerd in? Ik vind dat heel moeilijk om te zeggen. Maar we hadden wel voorgenomen om tweede helft veel meer druk naar voren te zetten. Dat zij opbouwden. Maar dat heb ik niet echt goed kunnen zien. Omdat wij ook daar meer moesten tegenhouden dan creëren. Die scrimmage voor de goal. Die fase was ADO erg sterk. Hoe vond je dat jullie als ploeg je daar doorheen slaan? Je zei het al even, die veerkracht. Is dat dan? Ja, ik vond ADO niet sterk. Ik denk dat hun gewoon opportunistisch gingen spelen en wat kans proberen creëren. Maar ik vind eigenlijk dat ze de tweede helft eigenlijk de enige kans, en misschien wat doen moet zijn, was de scrimmage. En die is er uiteindelijk niet ingegaan. En uiteindelijk hebben wij onze kansjes gekregen, hebben we ook niet afgemaakt. En uiteindelijk gooide de wedstrijd op slot door de 2-0 in de 90e minuut.